Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. En natuurlijk heeft de huidige president, toen de voorzitter VAP, met zijn bromtje daar die filosofie, geloofde iedereen dat hij ook die scheidslijnen tussen de etnische groepen, de gebroken scheidslijnen, gebroken gaat laten. Ja. Maar hij heeft gezorgd dat hij zich heeft afgescheiden van de rest met Zionistanen en hier en daar een huisslaafje gezet. Elke regering die een democratisch gevoel heeft en een democratisch gehalte heeft en een democratische ethiek heeft en democratische moraal en fatsoen heeft, zo was die kieswet al in concept in wijziging. Geloof me. Toen hebben ze dagen, weken gewerkt en is ze zelf ook gaan onderhandelen eigenlijk. Dat was er een overeenstemming. Okay. Dat is niet in het belang van het onderhandelingsteam Suriname. En toen, 5:00 AM, het zou worden aangenomen. Men was er mee eens, het zou worden aangenomen. Was Adin en Mzikaba plotseling daar om de boel te stoppen. En ze zijn met Jenny gaan praten, ze hebben Jenny uitgescholden, dat is ook bekend. Akin Botto zat gefrustreerd, want zogenaamd voelde hij een soort plicht om mee te werken tegen dat concept waar hij zelf aan mee heeft gewerkt samen met Jenny. En toen werd ze uitgescholden, ze boos weggelopen, heeft ze de boel gelaten voor Melvin boven. En die heeft als ondervoorzitter de opdracht van de regering uitgevoerd. Dus ik ga je zeggen, wanneer je een ras-echte democraat bent en je wil dingen, je wil echt dat die verkiezingen op tijd georganiseerd worden, dan kan het niet anders. Ook al echt waar, ik zie ook wat Fernandez Mendes ziet, ik zie ook wat die anderen zien. Mijn mening zal nooit zijn dat ik de wijziging van de kiesregeling op grond van de opdracht of van de beslissing van het Constitutioneel Hof ga laten afhangen van een vreselijke, moeilijke, fundamentelere discussie. Door hun arrogantie en hun repressief beleid, hun beleid is erg repressief, misschien word ik morgen opgepakt of wanneer de ding uitgezonden wordt, omdat ik een paar dingen gezegd heb.